Dames en heren, het doet mij bijzonder genoegen om u hier vanmiddag namens het college van bestuur van de Erasmus Universiteit welkom te mogen heten. Dat welkom geldt natuurlijk in het bijzonder collega Ribbers, zijn familie, vrienden, bekenden. Professor Ribbers is benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Rijndam Revalidatiecentrum met de leeropdracht Neurorevalidatie. En hij zal vanmiddag zijn oratie uitspreken met de titel Een kwestie van gezond verstand. U bent waarschijnlijk, althans velen van u, voor het eerst bij een academische plechtigheid als deze. En ik vind het altijd plezierig om dan aan zo'n plechtigheid een paar woorden te wijten. Want bij een belangrijke gebeurtenis zoals vandaag verschijnen wij, de vertegenwoordigers van de wetenschap, in ceremonieel ambtskostuum en in gezelschap van de pedel. Misschien zonder het te weten bent u getuige van een van de oudste academische rituelen. Zelfs hier in Rotterdam, een no-nonsense stad bij uitstek tenslotte, wars van koude drukte, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, begeleide anno 2013 eeuwenoude rituelen het academische leven. Neem bijvoorbeeld het cortège en de pedel. Bij de stoet van hoogleraren hoort een pedel, vooraan lopend met de pedellenstaf. Zo gaat dat al meer dan 5 eeuwen. De eerste pedellus, of bidellus generalis, werd destijds aangesteld om de staf van de rector magnificus te dragen. De rector vond het gesjouw met dat ding wat zwaar en liet dat graag aan een ander over. Een pedel had echter niet alleen de zorg voor de staf, hij moest voortdurend aanwezig zijn bij officiële universitaire bijeenkomsten. De pedel anno nu treedt nog steeds op als bewaker van het protocol. Als ceremoniemeester is hij of zij, sinds 1995 hebben wij ook vrouwelijke pedellen, is hij of zij de sturende kracht bij academische plechtigheden. De pedel is onmisbaar bij promoties en een grote steun voor promovendi en de promotiecommissie. De man-vrouw die de verlossende woorden hora est uitspreekt, waarna de verdediging van het proefschrift kan worden gestaakt. U zult, collega Ribbers, hopelijk nog vele malen gebruik maken van de diensten van onze pedel. Dat zal niet zo zijn voor één van onze pedellen, want die heeft namelijk vandaag zijn laatste dienstopdracht. Tom Molendijk, sinds 1980 pedel en daarnaast ook nog in vele andere functies binnen deze universiteit, treedt vandaag voor het laatst op als de drager van de staf. En Tom die heeft meer dan 500 oraties begeleid en een veelvoud aan promoties. Hij heeft dat altijd gedaan op de eigen ontspannen en humorvolle wijze. We gaan het uiteraard Tom later in het jaar nog een keer uitgebreid vieren, maar onze dank is groot en daar doen we iets aan. Ik zou graag willen dat je even op het podium komt om een klein applausje in ontvangst te nemen. Ja, dit was een moment dat we niet voorbij wilden laten gaan. U begrijpt dat natuurlijk. Professor Ribbers, dames en heren, ik mag dat nu kort zijn cv even samenvatten. Die kwam in 1995 naar Rotterdam na een met promotie en specialisatie voltooide opleiding geneeskunde in Nijmegen. In het Rijndam Revalidatiecentrum, bij oude Rotterdammers roept dat overigens die plaats aan de Westersingel nog steeds herinneringen op aan het toenmalige Diaconessenziekenhuis, was hij tot 2007 actief als klinicus en als medisch manager.
Samenwerking met het Erasmus MC kwam tot stand dankzij zijn initiatief tot oprichting van het Rotterdam Neurohabilitation Research Consortium. De universiteit pleist zich gelukkig dat we iemand met uw deskundigheid kunnen benoemen op deze nieuwe leerstoel. Er komt een koppeling tot stand op deze wijze tussen de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek aan het Rijndam Revalidatiecentrum en de afdeling Revalidatie en Fysiotherapie van het Erasmus Medisch Centrum. Professor Ribbers, van harte welkom in de academische gemeenschap der hoogleraren van deze universiteit en ik nodig u uit om uw oratie te houden. Meneer de Rector Magnificus, gewaardeerde collega's, familie en de vrienden. Bewijs van effectiviteit en bewijs van efficiëntie. Dat wordt meer en meer het motto in de gezondheidszorg. Wat werkt voor wie? Voor wie niet? En hoe kan het sneller? En vooral goedkoper. En wie kan die bewijzen beter leveren dan de wetenschap? De hofleverancier van zekerheden in onzekere tijden. Dit geldt ook voor de neurorevalidatie. Dat deel van de revalidatiegeneeskunde dat zich richt op het behandelen en voorkomen van de gevolgen van niet aangeboren hersenaandoeningen. Een niet aangeboren hersenaandoening legt grote druk op het individu, op zijn mantelzorgers en op de maatschappij. Het verbeteren van de effectiviteit en de efficiëntie van de neurorevalidatie is een continue noodzaak en vormt het centrale thema van mijn leerstoel. De gevolgen van niet aangeboren hersenaandoeningen worden bepaald door een kluwe van mechanismen die op elkaar ingrijpen en specifiek zijn voor het letsel, die de patiënt typeren of zijn fysieke en sociale leefomgeving. Wetenschap en maatschappij treffen elkaar in de neurorevalidatie. Interventies worden soms serieel in de tijd, soms parallel, gericht op medische, sensomotorische, psychische, linguistische en sociale problematiek. De omgeving van de patiënt, zoals mantelzorgers en werkgevers, wordt betrokken in de behandeling en schotten in het Nederlands zorgstelsel moeten worden geslecht om tot een optimaal behandelresultaat te komen. Dit gedichtje kwam ik onlangs tegen in mijn notities. Kennelijk heb ik het ergens opgeschreven in mijn voorbereiding. Mijn excuses zijn voor de auteur. Ik vergat zijn naam te noteren, maar het sluit te mooi aan om het hier niet te gebruiken. Het eerste deel van mijn oratie is een korte introductie op het vakgebied revalidatiegeneeskunde. Dat is altijd een beetje een obligaat deel van een oratie, niet het meest interessante, maar hier de gereserveerde rijen aan de linkerkant willen ook wel eens weten waar ik nou eigenlijk mee bezig ben, dus we komen er niet omheen. Ik zal ingaan op de vraag wat de niet aangeboren hersenaandoening is, welke de mogelijke gevolgen zijn en toelichten hoe groot het probleem eigenlijk is en illustreren dat het een onderschat probleem is. Ik ga afsluiten met een betoog over neurorevalidatie als klinisch vak en als onderzoeksgebied. En ik vervolg mijn verhaal met een bespreking van uitdagingen waar we voor staan en die mijns inziens urgent zijn. En nu ga ik hier staan, want dan kan ik de dia zien. Dit is het klassieke beeld wat een hoop mensen hebben van de geneeskunde. Je hebt een aandoening... Bijvoorbeeld een bacteriële ontsteking en die nestelt zich in jouw longen. En je voelt je ziek, je conditie gaat achteruit, je verzuimt je werk, er wordt een penicillinekuur gestart, je geneest van je luchtweginfectie, je moet een paar uur overwerken, je conditie is wat achteruit gegaan, een paar uurtjes extra sporten. En binnen een paar weken is het opgelost.
Dit is maar een heel beperkt deel van de geneeskunde. Een hele hoop aandoeningen zijn niet restloos te genezen. En dat is geen recent besef. Dit is een citaat van Cushing, een zeer invloedrijk neurochirurg, die al heel lang geleden heeft gezegd dat het behandelen van de ziekte maar een heel klein onderdeel van de geneeskunde is. Revalidatie is het specialisme dat gaat over het behandelen van de gevolgen van een ziekte. Validus is sterk, gezond, maar ook legitiem, geldig. Revalideren betekent dat je je gezondheid, je sterkte, je functies moet terugkrijgen. Maar revalideren betekent ook dat je je validiteit terug moet krijgen. Wat is jouw positie in je gezin, in de maatschappij, gegeven het feit dat je functies hebt verloren? Daar zit een aspect aan van betekenisgeving. En dat is een essentieel onderdeel van de revalidatie dat nogal eens vergeten wordt. Neurorevalidatie is een subspecialisme of superspecialisme. Ik denk dat de typering afhangt van degene met wie je praat. Maar neurorevalidatie richt zich op de patiënt met niet aangeboren hersenaandoening. Dat is een heel breed begrip, dat is een paraplu-term. Die wordt ook zo gebruikt in de literatuur. En u kunt dat vergelijken met een paraplu-term als cerebrovasculaire aandoeningen. Er valt veel onder. Essentieel is dat een persoon een normale sociaal-maatschappelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en op enig moment geconfronteerd wordt met een knik in zijn levenslijn. Dat kan zijn door een beroerte, dat kan zijn door een schedel-hersentrauma, dat kan ook zijn door een reanimatie waarbij de hersenen zuurstofgebrek hebben gehad, of door een infectie. Er is een heel scala aan diagnoses die eronder valt. Wat je vaak ziet is een acuut moment waarbij de levenslijn afbreekt, een fase van herstel, en steeds meer wordt duidelijk dat de patiënt die overleeft met een hersenaandoening ook in de loop van zijn leven nog achteruit kan gaan. Laten we eens even dieper het model ingaan, want we willen de gevolgen van zo'n niet aangeboren hersenaandoening natuurlijk graag op een ordentelijke manier beschrijven. Ik heb u al verteld dat een niet aangeboren hersenaandoening heeft consequenties voor het lijf, zeg maar. Voor je lichaam, voor je cognitie, je geheugen kan aangedaan zijn, voor je talige functies. Maar er kunnen ook andere factoren een rol spelen, stemming, belastbaarheid. En om u iets meer handvaten te geven, om het iets concreter te maken, laat ik u hier een dia zien van een patiënte van mij, een jonge vrouw, begin 20 jaar, die een ernstig traumatisch hersenletsel heeft gehad, een ernstig schedel-hersenletselongeval. En een van de complicaties die daarbij kunnen optreden is botvorming rondom de gewrichten. En wat u hier ziet zijn gewrichten die volledig ankylotisch zijn, daar zit geen beweging meer in. Dus u kunt zich voorstellen dat het voor zo'n jonge vrouw eigenlijk onmogelijk is om te gaan staan, dat het heel oncomfortabel is om te zitten en dat liggen bijna niet te doen is. Hier ziet u een ander voorbeeld. Dit is een wat oudere man, ook een traumatisch hersenletsel in dit geval, die na enige tijd in een verpleeghuis gelegen te hebben en daar hersteld was, naar ons werd overgeplaatst. En wat u hier ziet is het karakteristieke beeld van de gedeformeerde spitsvoet. Het is een typisch spastisch patroon, wat in principe te voorkomen is. Maar als je dat niet doet, zie je dit ontstaan met hier een volledige subluxatie van de voetwortel. En u zult begrijpen dat als je zo'n patiënt krijgt en het verzoek is om hem weer te ondersteunen bij het gaan staan, en zelfs bij het lopen, dat dat onmogelijk is op zo'n voet. Hier ziet u een ander voorbeeld, en dan zal ik het bij deze voorbeelden laten, dat na een traumatisch hersenletsel, 1 jaar na ontstaan van een traumatisch hersenletsel, ongeveer bij 40% van alle patiënten cognitieve stoornissen bestaan.
echt grote aantallen met een heel grote impact op je dagelijks functioneren. De problemen die je kan aanwijzen in het lijf hebben consequenties voor je functioneren, voor je activiteiten. Daarbij moet u denken aan lopen, het aanbrengen van een structuur in je dag, communiceren, effectief communiceren met je omgeving, jezelf verzorgen, toiletgang, dat soort zaken. Hier ziet u de kamer van een patiënt die het vermogen tot structureren is verloren. U ziet, het is één grote puinhoop. Hij heeft een ongelukje gehad en u zult het niet zien, denk ik, door het licht. Maar hier in de hoek ligt een hoofdkussen dat helemaal uit elkaar is getrokken en waar hij zich heel de nacht mee bezig heeft gehouden. Deze patiënt is het vermogen om structuur te brengen in zijn eigen gedrag kwijt. Doordat je bepaalde vermogens verliest, verandert jouw rol in de maatschappij. Wat betekent dat voor jouw participatie in het gezin? Wat betekent dat voor jouw rol als partner of als ouder? Wat betekent het voor jouw rol als werknemer? Hier ziet u een voorbeeld van een manier om daar vorm aan te geven als je een beperking hebt in het lopen. Er bestaat geen één-op-één verband tussen problemen in het lijf en de consequenties voor je sociaal functioneren. Dat is heel triviaal. Een pianist, professionele pianist, die bij het hobbyen zijn pink afzaagt, die heeft een heel groot probleem. Als ik dat doe, heb ik nauwelijks een probleem. Dus andere factoren spelen een rol. Dat kunnen persoonlijke factoren zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan je copingstijl. Hoe ben jij gewend met problemen om te gaan? Pak je het actief aan of ontvlucht je ze? En heb je misschien de neiging om alcohol te gaan misbruiken om je problemen te vergeten. Maar het kan ook liggen in externe factoren. Hoe denkt jouw werkgever over jou met je hersenaandoening? Wil die nog energie in jou steken? Of is het te veel moeite? In de revalidatie zijn we heel druk bezig met het bevorderen wat iemand kan. Wat is de potentie om te handelen, om tot activiteit te komen? Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want wat je kan, moet je ook doen. Je moet het ook laten zien in de dagelijkse praktijk. En niet alleen op de afdeling, in een soort laboratoriumsetting waar allemaal strenge therapeuten op je vingers staan te kijken, maar ook als je eenmaal thuis bent. En je misschien wel een partner hebt die zegt van, nou, dat doe ik wel voor jou. En jou daarmee eigenlijk kleiner houdt dan strikt genomen noodzakelijk is. Waar wij veel minder aandacht aan besteden, maar dat wordt wel toenemend van belang en ik zal er straks nog op terugkomen, is dat wat je kan en wat je doet, dat je dat blijft doen. Een hersenaandoening heb je voor de rest van je leven. En wij zijn allemaal gemakzuchtig. Of misschien ben ik de enige in de zaal, ik geloof het niet. Maar iets waar je heel veel moeite voor moet doen en wat je kan omzeilen, ben je ook geneigd om te doen. En als je dat systematisch doet, heb je ook het risico dat je potentieel steeds minder benut wordt en dat je dus ook steeds minder kan. Eigenlijk moeten we een levensstijlverandering nastreven. Waarom zit ik nou in dit vak? Wat vind ik nou zo mooi aan dit vak? Als je dit verhaal vertelt aan studenten geneeskunde, die zeggen van ja, eigenlijk ben je een soort case manager. Nou, dat is ook wel een deel, dat zit er ook in. Je werkt met een interdisciplinair team, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk, noem maar op. En iemand moet zorgen dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan. Dat doe ik ook, dat hoort erbij. Maar daar hoef je wat mij betreft niet per se een revalidatiearts voor te zijn. Wat mij prikkelt, waar ik enthousiast van word, is dit. Het interpreteren en beïnvloeden van gedrag. Het gedrag dat zich aan mij exposeert. Hoe kan ik dat verklaren? Kan ik daar een theoretisch model op plaatsen? En als ik dat theoretisch model heb, levert dat mij dan aanknopingspunten om te behandelen. Dat is wat mij triggert. Als ik een patiënt heb die gediagnosticeerd is met een delirium en daar ook de medicatie voor krijgt, en dat is flinke medicatie, en ik zie hem en ik zeg, dit is geen delirium, het is een akathisie.
En ik geef hem andere medicatie. En binnen één dag is hij van zijn psychomotoren onrust af. Dan ga ik mijn kamertje binnen, doe ik de deur op slot en maak ik een rondedansje. Dat is waar ik enthousiast van word. En de kennis die je nodig hebt om dat te doen, die haal je uit een hele hoop andere disciplines. Ik heb ze hier op een rij gezet, ik ga ze niet voorlezen. Daar haal ik mijn kennis uit. Maar dat betekent dus ook dat ik vergeleken met al die individuele disciplines niet aan hun kan tippen. Zij zijn allemaal op hun vakgebied beter dan ik. Ik ben het beste in het integreren. Dat is mijn taak. Maar dat is een hele zware klus. En wat ik wel eens zeg tegen assistenten, het is alsof je probeert te drinken uit een spuitende brandpijp. Je steekt af en toe je hoofd erin, je haalt wat naar binnen, je verwerkt het en een hele hoop gaat langs je heen. Dat kan niet anders. Maar het is wel mijn taak. En het is ook wat ik graag doe, die kennis verzamelen en over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken. Nou moet u opletten, want hier ziet u een geel vierkantje. Dat is belangrijk, ik ga nog een paar keer terugkomen. Uit deze introductie heeft u kunnen opmaken dat revalidatie een interdisciplinair vak is. We werken met veel verschillende mensen, met veel verschillende deskundigheden aan een patiënt om te proberen hem op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daarbij werken we vaak op hetzelfde moment aan andere dingen. We zijn simultaan bezig met de patiënt, met zijn partner, met de gemeente voor zijn woonomgeving. Dus we doen veel dingen tegelijk. En dat kan niet zonder een gezonde dosis pragmatisme. En laat dat maar een keer gezegd zijn in deze tijd van evidence-based medicine. Gezond verstand in de neurorevalidatie is onontbeerlijk. Niet elk maatschappelijk probleem kan je oplossen met een wetenschappelijk antwoord. Dat gaat niet. Een van de meest bekende patiënten met traumatisch hersenletsel in dit geval is Phineas Cage. En ik wil u wel iets over hem vertellen. U ziet dat het slecht met hem is afgelopen. Phineas Cage was een medewerker van de spoorwegen in Amerika. Een hele brave man, niet hooggeschoold, maar hij werkte zich op in het bedrijf. En uiteindelijk had hij de functie van meewerkend voorman. En Phineas Cage was met een hele ploeg, waren ze bezig om een terrein te egaliseren. Omdat daar nieuwe spoorrails aangelegd moesten worden. Grote rotsblokken werden gaten ingeboord. En in die gaten werd buskruid aangestampt. En dat werd ontstoken. Rotsblokken spatten uiteen. Dat waren ze aan het doen. Bij Phineas ging het fout. Tijdens het aanstampen van het buskruid ontstond er een vonk. Explosie volgde. En zijn grote metalen staaf vloog meters weg. Dwars door zijn voorhoofd en door het voorste deel van zijn hersenen. Hij overleefde het, wonderwel. En Phineas die werd op paard en wagen vervoerd naar een lokale arts, echte practicus, Harlow. Harlow heeft hem opgekalefaterd, Phineas overleefde, maar na het ongeval was het een heel andere man. Voor het ongeval was het een hele betrouwbare man, bedachtzaam. Na het ongeval was hij grof in de omgang. Nam grote risico's, ging te veel alcohol gebruiken en werd ontslagen bij het spoorweer. Harlow die heeft in een vrij vroeg stadium over Phineas Cage gepubliceerd en een relatie gelegd tussen het ongeval en de plek van het letsel in zijn frontaalkwab, voorste deel van zijn hersenen, en zijn gedrag. Dat was op dat moment heel bijzonder en ook niet vanzelfsprekend. En hij werd daarin ook geopponeerd door Bigelow. Bigelow was een hoogleraar en Bigelow was ervan overtuigd dat hersenen en persoonlijkheid en gedrag niets met elkaar van doen hebben. En het grappige is dat Harlow en Bigelow gebruikten alle twee Cage om hun gelijk aan te tonen. Die discussie die heeft zo'n jaar of 20 afgespeeld, waarbij Harlow heel erg beïnvloed was door de lokalisatieleer. Stam nog uit de frenologie, de tijd dat men dacht
dat hersenfuncties gerelateerd waren aan bepaalde specifieke kwaliteiten en op die manier hun afdruk nalieten op het schedelbot. Bijvoorbeeld hadden ze gezien dat mensen die heel goed gedichten kunnen declameren, dat vaak doen met wijd open gesperde ogen. Dus moest het centrum voor het declameren van gedichten wel vlak achter de ogen zitten. Die theorie die heeft niet lang stand gehouden, maar die is wel de aanleiding geweest om de hele discussie over de materiële geest een zet in de goede richting te geven. Uiteindelijk is Harlow heeft het pleit gewonnen. Een jaar of 8 na de dood van Phineas Cage, hij is uiteindelijk gestorven met flinke epilepsie, zwaar aan de alcohol en eigenlijk sociaal in de misère gekomen. Lang na zijn dood heeft Harlow nog eens een keer over hem geschreven en heeft het allemaal nog eens goed op een rij gezet. Betere publicatie, beter in de context geplaatst. En sindsdien wordt die publicatie gezien als een mijlpaal in deze discussie. Met Gage ging het wat minder goed. Hij kon slecht meer aan de bak komen. Hij heeft zichzelf op kermisattracties gepresenteerd. Kreeg hij een beetje geld voor. En uiteindelijk is hij op jonge leeftijd overleden. Daar komt het gele vakje weer. We hebben weer wat nieuws geleerd. Ik heb het al gehad over interdisciplinair, over simultane interventies, pragmatisme. De stoffelijke geest is erbij gekomen. En een chronisch probleem. Het was voor Cage niet klaar na zijn letsel. Het heeft hem heel zijn leven achtervolgd. Belangrijke kenmerken van de neurorevalidatie. Is het een groot probleem? Dat is natuurlijk een andere vraag die je kan stellen. Waarom sta ik hier op dit podium? Is het een hobby? Is het belangrijk? En dan wil ik u tevens wijzen op een virus in mijn programma's. Af en toe popt er in één keer zo'n tekstblokje op. Revalidatie. Ik weet niet hoe het erin komt, maar toevalligerwijs komt het elke keer op het moment dat ik denk, waar zit de revalidatie? Waar bepalen wij de agenda? Doen we eigenlijk wel mee? Dat speelt hier. De European Brain Council is een organisatie waarin een hele hoop neurowetenschappelijke verenigingen zijn gegroepeerd. Heeft een heel belangrijke politieke rol in Europa. Revalidatie komt er helemaal niet voor, helemaal niet vertegenwoordigd. En de European Brain Council die monitort op continue basis hoe het ervoor staat met niet aangeboren hersenaandoeningen. En wat u hier ziet is een analyse, 2004. En als u zich even concentreert hier op de blauwe lijnen, zeg maar, dat noemen ze de neurologische en neurochirurgische hersenaandoeningen, waarvan ik gemakshalve even veronderstel dat ze een doelgroep voor de neurorevalidatie zouden kunnen zijn. Als je kijkt naar de prevalentiecijfers, hoeveel van de mensen hebben nou zo'n hersenaandoening in hun voorgeschiedenis? En je komt uit op ongeveer 10%. Enfin, zij komen daarop uit. Dan betekent dat, als je dat doorvertaalt naar Europa, dat de totale bevolking van Portugal en Spanje een hersenaandoening in de voorgeschiedenis heeft. Als je kijkt naar de kosten die dat genereert, dit is ook weer van die EBC in 2010, praat je over bijna 800 miljard euro aan kosten, gerelateerd aan niet aangeboren aan hersenaandoeningen in brede zin, waarbij dan de neurologische hersenaandoeningen een subcategorie zijn. En als je dat vertaalt naar Nederland, betekent dat in 2010 30 miljard, bijna 1/3 van de totale begroting van VWS, werd gespendeerd aan hersenaandoeningen, waarvan ongeveer, en dat is een schatting, dat geef ik onmiddellijk toe, 1/3 heb ik ongeveer aangehouden, uitging naar niet aangeboren hersenaandoeningen binnen de focus van de neurorevalidatie. Enorme, enorme cijfers. Even voor de beeldvorming, want als u hier zo zit, een aantal van u zal zeggen, ja, maar dat herken ik helemaal niet. En ik herken wel inderdaad mensen die
die dikke darmkanker hebben gehad, en borstkanker, kan ik er een paar noemen, maar hersenaandoeningen. Dit zijn de cijfers. Dit is het aantal nieuwe patiënten per jaar. Per jaar komen er ongeveer 130.000 nieuwe patiënten met een hersenaandoening bij. In dat uur dat we hier bij elkaar zitten, zijn er 15 nieuwe patiënten. De directe medische kosten, dit zijn de totale kosten, dit zijn de directe medische kosten voor deze groep, bedragen ongeveer 3,5 miljard. Nou, daar hebben we revalidatiecentra voor, zou je zeggen. Dit is wat we te bieden hebben. We hebben ongeveer 24 centra, het wisselt nog alles, maar dat is zo'n beetje wat het is op dit moment. Daar werken we bijna 10.000 mensen. We doen best wel ons best. Maar wat hebben we nou aan budget? Het budget voor de revalidatie is ongeveer 400 miljoen per jaar. En in een recente kosteneffectiviteitsanalyse was het rendement van revalidatie over alle diagnoses heen meer dan 400%. Niet slecht, zou je zeggen. Ongeveer van de totale inzet binnen de revalidatiegeneeskunde is gericht op neurorevalidatie. Dus gemakshalve heb ik dat maar even als 200 miljoen geduid. 200 miljoen bij een kostenpost van 3,5 miljard. 200 miljoen is een half fregat. 200 miljoen is het bedrag dat de kunstsector moet bezuinigen. 200 miljoen is de helft van het budget dat ten onrechte door verkeerde handtekeningen en dergelijke wordt uitgegeven door de overheid per jaar. Dus u begrijpt dat we met een dergelijk budget niet meer dan 10-15% van de patiënten kunnen bedienen. En dat betekent dat de revalidatiearts van oudsher een rol heeft om een patiënt te beoordelen. Ongeschikt, geschikt. Ongeschikt, verpleeghuis. Per. U moest dus weten hoeveel telefoontjes wij elke week krijgen van familie van patiënten in verpleeghuizen. Kan die niet? Mag die niet? En dan lijkt het alsof wij het niet willen, maar we hebben simpelweg de capaciteit niet. Het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van capaciteit. En als u nou denkt dat er betrouwbare algoritmes zijn om in die al maar kortende periode in het ziekenhuis te beoordelen of een patiënt baat heeft bij revalidatie, dan heeft u het mis. Die zijn er niet. Het is een klinische blik. Het is een interpretatie. En dat betekent dat het in veel gevallen niet meer is dan kans. Zo gaan wij daarmee om. Betekent dat we ondertussen steeds meer leren van de neurorevalidatie. Ik steek er nog wat van op, ook zo van zo'n oratie. Want is weer een element bijgekomen. Het is een omvangrijk probleem. En nou is de vraag, wat zijn daar nou de consequenties van voor het wetenschappelijk onderzoek? Want ik heb eigenlijk alleen maar kenmerken benoemd van het klinisch vak neurorevalidatie. Hoe vertaalt zich dat nou naar het beleid in wetenschappelijk onderzoek? Ik heb een viertal thema's hieruit gehaald. Enerzijds het thema van de stoffelijke geest. Het thema van interdisciplinair werken op de werkvloer. En dit thema kan je eigenlijk samenvatten als complex. Dus geen lekker strak model waarin je zegt van nou, ik heb nu een patiënt, ik doe interventie A en over 3 weken evalueer ik dat en dan weet ik hoe ik het gedaan heb. Zo werkt het niet. En het is een chronisch probleem. Maar dat heeft natuurlijk consequenties, in ieder geval dat zou het moeten hebben voor je inrichting van je onderzoek. Als we eens even kijken naar de stoffelijke geest, en daar komt dat vervelende virusje weer. Naar de stoffelijke geest is er een heel belangrijk moment geweest van 1992 tot 2002, decennium van het brein. Vanuit de overheid is toen herkend dat hersenaandoeningen echt een belangrijk probleem zijn. Daar is geld in geïnvesteerd en toen zijn ook stappen gezet. Bijvoorbeeld in de revalidatiegeneeskunde is de cognitieve revalidatie erkend. En vanaf dat moment mochten dus mensen naar een revalidatiecentrum gaan die na een niet aangeboren hersenaandoening cognitieve problemen hadden, gedragsmatige problemen, emotionele problemen en daar specialistische behandeling kregen. Daarvoor mocht dat niet. Daarvoor moest je per se iets
aan je houdings- en bewegingsapparaat hebben. Dus had je al deze problemen en pijn aan je grote teen, dan mocht het wel. Had je geen pijn aan je grote teen, dan mocht het niet. En sommige verzekeraars varen daar kien op. In deze periode is veel onderzoek verricht en op het einde van die periode is eigenlijk het leiderschap voor het onderzoek is gelegd bij de Nederlandse Neurofederatie. Die hebben daar een rapport over geschreven en in dat rapport staat dat de focus moet zijn op fundamenteel onderzoek. Door dieper fundamenteel inzicht zal uiteindelijk het lot van de patiënt verbeteren. Revalidatie komt in dat rapport niet voor. Niet één keer. Revalidatiegeneeskunde als sector is helemaal niet vertegenwoordigd. We doen niet mee. We bepalen de agenda niet. In deze periode die heel erg gericht was op het analyseren van de stoffelijke geest, is een hele grote stap gezet. Een hele belangrijke stap, zal ik niet ontkennen. Voorheen was er eigenlijk een therapeutisch nihilisme. Een volwassen brein kon alleen maar achteruit gaan. Wat je kwijt was, was je kwijt. Dat is totaal veranderd. Het brein is plastisch, leerbaar en veranderbaar. De motor van het brein, zeg maar de zenuwcellen, 40 miljard, waarvan 10 miljard in de buitenste schors van de hersenen. Elke zenuwcel communiceert met ongeveer 10.000 buren. Alleen al in de schors, in de hersenschors, de buitenkant, kom je op 100.000 miljard verbindingen. Een complexiteit die wij niet kunnen bevatten. Wij kunnen het brein niet begrijpen. Zouden wij het brein wel kunnen begrijpen, dan waren we te dom om het brein te begrijpen. Die neurale netwerken, die verbindingen, die zijn veranderbaar. Daar spelen neurotransmitters een rol. In de klinische praktijk, als ik patiënten behandel met medicijnen, nou dan richt ik er misschien 5. Er zijn er ongeveer 100.000. Genetische make-up speelt een rol. Omgevingsfactoren, mogelijk, oefenvormen. En dat is een gebied dat heel erg in de belangstelling staat. Inzichten groeien bij de dag. De literatuur is eigenlijk niet meer bij te houden. En het leidt tot een enorm optimisme. Yes, we can. Hersenletsel, plastisch, lossen we op. Er is een hele trits aan zelfhulpboekjes die doen alsof een hersenletsel, als je maar voldoende je best doet, een oplosbaar probleem is. Nou, ik kan u vertellen, dat is niet waar. Toch gebeurt er een hele hoop onderzoek op dat gebied en dat doen wij ook. Dat moet ook. We zijn hele grote stappen aan het maken daar. De vraag is niet of het nuttig is of nuttig wordt, maar de vraag is, wat heeft die grote groep patiënten er nu aan? Wij doen ook onderzoek met robotica, looprobot, armrobot, samen met Ruud Selles en Hans Busman doen we onderzoek naar de vraag of je met specifieke oefenvormen neuroplasticiteit in de hersenen kan beïnvloeden. Hier doen we dat met action observation. Als je alleen kijkt naar een beweging die gemonitord is op een video, wat gebeurt er dan? Onderzoek waar we de komende jaren veel tijd aan gaan besteden is transcraniële stimulatie van de hersenen met een laag energetisch stroompje, waarbij de gedachte is dat dat plasticiteit bevordert. Dus we doen volop mee. Maar, ondanks het feit dat dit heel veel aandacht krijgt, en dat ook in Horizon 2020, het nieuwe subsidieprogramma van de Europese Unie, weer heel erg gericht zal zijn op fundamenteel inzicht, waarbij overigens dat vervelende virusje, de revalidatie, weer geen stem heeft gespeeld, geen rol heeft gespeeld. Ondanks dat alles is er nog zoveel dat we niet weten. Hoe kunnen wij de patiënt die een slap verlamde arm heeft, die zijn taalvermogen kwijt is, die hele slechte geheugenfuncties heeft,
Kunnen wij die een zet in de rug geven dat dat weer terugkomt? Dat weten we helemaal niet. Wat we wel doen, is patiënten die spontaan aan het herstellen zijn, die proberen we zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk te behandelen. En dat betekent dat we waarschijnlijk veel meer bezig zijn met een beschadigd brein nieuwe trucjes leren, dan met een beschadigd brein repareren. Ik wil dit dus even een interactief moment. Wie heeft dit gedaan? Ik wil even vingers zien. Achter een fietsje gerend bij een van de kinderen die het moest leren. Ja, ik zie zelfs hier bij de hoogleraren. En wie heeft dat in een randomized controlled trial gezien? Niemand, hè? Nee. En hoe vaak deed u dat? Als ik nou eens even vraag, mensen die zeiden van nou 1 tot 2 keer in de week, of is voldoende om het te leren. Wie steekt de vingers omhoog? Nou, dat is voldoende. Wie zei, nou, als ik heb nu een weekje vakantie, ik ga gewoon elke dag 2 keer. Dan leert hij iets sneller. Wie? Ja, jongen. Allemaal zonder experimenteel bewijs, is toch vreemd eigenlijk. Wie heeft het gedaan bij kinderen onder de 1 jaar? Van, nou kom, jij kan wel leren fietsen. Niemand, hè? Nee. Wie heeft het gedaan bij kinderen boven de 6 jaar? Dus een mooi moment om te leren fietsen. Ja, ook niet, hè? Dat doe je daar tussenin. En toen het kind eenmaal kon fietsen, wie heeft toen gezegd van, nou, je kan nou fietsen in het wijkie en over de stoep. Nou gaan we een keer een stukje de stad in. En we gaan op het verkeer letten. En dan mag je wat verder van me gaan rijden. Wie heeft gelet op implementatie in het dagelijks gebruik? Iedereen, hè? Goed zo. Fijn meegewerkt. Dames en heren, dat is wat we doen in de neurorevalidatie. Wat zijn onze therapeutische modaliteiten? Waar werken we mee? We werken met therapieintensiteit. We werken met timing van de therapie. We kiezen functioneel toepasbare doelen. En we werken met een gespecialiseerd interdisciplinair team. Dat is in dit geval deze meneer. Dat hij gespecialiseerd is, kunt u zien aan dit hesje. Zie dat? Er zit een handvat aan. Ik liep altijd zo bij de... krijg je last van je rug. Dat is een kwestie van gezond verstand. Daar heb je geen hogere wetenschap voor nodig. Op dit moment, alle energie die wordt gestoken in neurotechnologie, in neurowetenschappelijk onderzoek, wat gaat ons dat opleveren? Ik denk maximaal ondersteunend van de behandeling. Waar verwacht ik meer van eigenlijk? Hulprobots. Weet u dat niet zelfstandig naar de wc kunnen gaan, omdat je geen veilige transfer kan maken, veilig kan overwippen van de ene stoel in de andere stoel? Als je dat niet kan, ben je veroordeeld door een verpleeghuis als er geen verzorgende partner aanwezig is. Hoe fijn zou het zijn als er zo'n robotje zegt van nou, ik help jou met die transfer. Waarom steken we daar niet al onze energie in? Tweede punt. Interdisciplinair onderzoek. We hebben heel veel gedaan in de revalidatie. Het onderzoek is echt bloeiend. We doen het goed. Maar we doen het heel erg monodisciplinair. En dat staat eigenlijk zo haaks op hoe wij gewend zijn te werken in de dagelijkse praktijk met een interdisciplinair team, gebruikmakend van elkaars kennis. We hebben een fase achter de rug, monodisciplinair onderzoek, en ik zei wel eens gekscherend, 1 experiment, 3 nieuwe richtlijnen. En we doen het helemaal niet slecht hoor. Het is een analyse van de internationale literatuur. En u ziet dat Nederland natuurlijk qua aantal publicaties, revalidatie, niet het hoogste scoort. Maar qua aantal citaties per publicatie het heel goed doet. Maar toch moet je je afvragen of we niet een stap verder moeten maken. Moeten we niet gaan naar interdisciplinair onderzoek? En sterker nog, naar transdisciplinair onderzoek. Dat is de trend, hè? Nu in de maatschappij. Transdisciplinair onderzoek. Het betrekken van sociale partners bij je onderzoeksagenda. En NWO doet dat natuurlijk, hè, een beetje door bijvoorbeeld het topsectorenbeleid, waarin ze industrie en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar proberen te brengen. Maar wederom, onzichtbaar.
Derde punt. Het is een omvangrijk probleem en het is een complex probleem. De dagelijkse praktijk is complex. Het instrument dat wij veel gebruiken om onze dagelijkse praktijk wetenschappelijk te onderbouwen, is de randomized clinical trial. Je hebt een groep patiënten waarvan je zegt van nou, eigenlijk zou ik daar wat voor willen bedenken. Daar haal je een groep, klein groepje uit. En één krijgt de behandeling, ander niet. Analyse, interpretatie. Een model dat eigenlijk gemaakt is om de effectiviteit van medicatie te testen. Je krijgt de blauwe of de rode pil, welke werkt het best? Klaar is Kees. Maar dat model is te simpel voor de revalidatie en toch doen we het veel zo. En waarom doen we het zo? Omdat je makkelijker subsidie krijgt. Het is herkenbaar. Iedereen in de biomedische wetenschap kent dit model. Je krijgt het makkelijker gepubliceerd daardoor. Je komt veel makkelijker in hoge tijdschriften als je een RCT hebt gedaan. Maar als dit je instrument is, als dit je hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. En dat past niet. Onze dagelijkse praktijk is te complex voor dit model. En wat ik hier heb proberen aan te geven is, wat is nou de waarde van de informatie die je uit zo'n RCT kan halen? Kijk, voor de groep die jij hebt bestudeerd, dat zal wel. Voor de groep die jouw studiesample moet representeren, als je dat netjes je sample hebt gekozen en je gebruikt je paradata, ik weet niet waar Annemieke zit, maar die is net gepromoveerd op paradata, kan je daar ook nog wel wat over zeggen. Maar hoe zit het nou met de waarde van die informatie als je gaat naar de echte wereld? En je neemt mee dat de ene patiënt er geen zin in heeft, dat een therapeut op vakantie gaat, vervangen wordt door een onervaren waarnemer. Gewoon wat je in de dagelijkse praktijk meemaakt. Wat is dan nog de waarde van jouw bevindingen? En sterker nog, wat is de waarde van jouw bevindingen als je ze op andere locaties gaat testen? Het is heel erg bekend dat het effect dat gemeten wordt in een RCT-design volledig verdwijnt door random effecten die de organisatie kenmerken. Scholing van het personeel, inzet van ziektevervanging, dat soort zaken. Dus dat betekent dat we flexibeler moeten zijn met onze onderzoeksdesigns. De RCT past binnen de bottom-up procedure. Je gaat stapje voor stapje en vaak blijf je dan hier hangen. Gezien de omvang van het probleem en de urgentie moeten we eigenlijk naar een alternatieve design, waarin we uitgaan van wat is nou de dagelijkse praktijk. En oké, dit centrum is gecertificeerd en dat centrum niet, dat is de realiteit. Dit centrum heeft zoveel uur per dag, dat is ook de realiteit. Maar we gaan wel kijken waar zit de praktijkvariatie en wat doet dat op de outcome. En als je die benadering kiest, weet je veel minder waarom iets werkt, maar je weet wel of iets werkt in de dagelijkse praktijk. En dat doen we weinig. En we moeten dat echt meer gaan doen, want de grootte van het probleem vraagt erom. En een van de essentiële noodzakelijkheden om dat te kunnen doen, is dat je heel goed vastlegt wat je doet. Routinematige uitkomstmeting. Dat doen we ook in Rijndam. We hebben een meetplan en alle patiënten worden netjes in kaart gebracht, maar daarmee ben je er nog niet helemaal, want het is natuurlijk niet zo simpel. Want hoe moet je nou interpreteren dat een patiënt waar je heel veel energie in steekt, die maar heel weinig vooruit gaat op zijn Bartel-index, wat een maat is voor de zelfverzorging, maar wel tevreden naar huis gaat en het redt in zijn sociale systeem om thuis te functioneren. Is dat dan een patiënt waarvan je moet zeggen van nou, zoveel uur therapie, zoveel procent stijging op zijn Bartel-index, dat is veel te weinig, verpleeghuis. Dat is de praktijk. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus je moet heel goed definiëren wat is succes. Wanneer heb je het goed gedaan? Je moet heel goed controleren voor kenmerken van de organisatie, voor kenmerken van de omgeving. Ik kan u vertellen, ik heb mijn opleiding gedaan in Nijmegen en ik werk nu in Rotterdam. Wat ik hier in één week aan psychosociale problematiek zie, heb ik in Nijmegen helemaal opleiding niet gezien.
Het is volstrekt onvergelijkbaar. Dus het is een stap die we moeten zetten. En we zijn er ook pogingen toe aan doen. Maar we zijn er nog niet. Ten slotte. Chronisch hersenletsel. Een hersenaandoening kan gedefinieerd worden als een chronisch hersenletsel. En dat gaat eigenlijk om deze neergaande lijn. Maar als wij dat vinden, en als de mensen in deze conferentie gelijk hebben, dan moeten we daar eigenlijk ook onze zorg op inrichten. Want onze zorg is nog steeds ingericht alsof het een incident is. Domme pech, van je fiets gevallen, halfjaartje er tegenaan, tot ziens en het gaat goed. Maar dat is natuurlijk niet waar als het een chronische aandoening is. Dan werkt het niet zo. En ook hier dreigen we weer de boot te missen. Daar staat hier weer die virus. Er is een coördinatieplatform gericht op chronische ziekten. Waarin wordt nagedacht over financiering. Hoe ga je om met alle zuilen in de gezondheidszorg? Hoe ga je om met het ontwikkelen van zorgstandaarden en evalueren van zorgstandaarden? Hoe zorg je voor de samenhang? Hoe zorg je dat de patiënt beter in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen doen en laten? Hoe organiseer je de multidisciplinaire zorg op de langere termijn? Belangrijke issues en wij doen niet mee. Dus voor het onderzoek betekent dat een heroriëntatie niet naar individuele interventies, maar naar evaluatie van zorgstandaarden. Welke zijn nou de beste? Naar het identificeren van risicoprofielen. Welke patiënt moet je nou alert zijn dat hij in de toekomst problemen gaat ervaren? En dat kan zijn de patiënt met traumatisch hersenletsel die een verhoogd risico heeft op dementie. Maar het kan ook de CVA-patiënt zijn die een verhoogde verslavingsneiging heeft. En we zullen meer aandacht moeten gaan besteden aan het implementeren van technologie. De communicatie met die enorm grote groep patiënten, die moet makkelijker, die moet laagdrempeliger. En daar bestaat technologie voor, maar ik voel me daar niet in vertrouwd. Een hele hoop klinici voelen zich daar niet in vertrouwd. En wie gaat die koppeling leggen? Dat moet echt gaan gebeuren. Dus, dit is een heel belangrijke boodschap. Als hoogleraar kan ik natuurlijk niet zeggen dat we het wetenschappelijk onderzoek in de neurorevalidatie overboord moeten gooien. Dat is ook niet wat ik heb verteld. Maar we moeten er heel erg voor waken dat we doen alsof alles wat we in de neurorevalidatie doen wetenschappelijk onderbouwd moet zijn en zelfs kan zijn. Dat is niet het geval. En toch stappen we soms in die valkuil. Dit zijn enkele zinsneden uit wat met enige recht een onbeheerste brief genoemd kan worden van een zorgverzekeraar. Gestuurd naar de Vereniging voor Revalidatieartsen. En deze zorgverzekeraar die zegt van nou, klinische opname van een CVA-patiënt gaat het om dit, heel kort. En dan stuur ze naar huis, geen nabehandeling, geef ze een boekje mee, dan kunnen ze een beetje oefenen. Er staan voorbeeldjes in. En je moet ze eigenlijk ook niet terugzien op de poli. Wel veel te duur, gedoe. Je belt gewoon een keer op en je zegt, joh, zijn er cognitieve stoornissen? Hoe verzin je het? Hoe is het mogelijk? Dus er gaat iemand naar huis die volledig is aangetast in zijn functioneren. Die zijn plek moet zien te vinden in zijn gezin. Waar de kinderen misschien bang van zijn. Die nog geen idee heeft welke de consequenties van zijn letsel zijn voor zijn werk, voor zijn hobby's. En dan zeggen wij, hier heb je een oefengidsje, 3 keer per dag met je armen zwaaien. Succes, goed gedaan. Dat kan niet, hè? Even kijken. Maar, hoe stellen wij ons nou te weer? Hoe gaan wij hier nou mee om? We kunnen er niet omheen dat de uitgaven in de gezondheidszorg heel groot zijn en allemaal groter worden. Dus je kan niet alleen maar zeggen, wij niet. Je zal wel iets moeten doen. Maar doen wij dat nou ook?
Ik vind eigenlijk van niet. Ik vind dat wij als revalidatiegeneeskunde onzichtbaar zijn. Ik vind dat we te veel in onze niche zitten. En dat als we daar zitten, dat we denken, de storm die waait wel over. En als het rustiger is, steek ik even mijn hoofd naar buiten en mag ik weer? Dat is niet de methode. Zo gaan we het verliezen. Op een budget van 80 miljard is 200 miljoen een pennenstreep. Voor je het weet, staan we niet eens meer. We zullen ons veel meer moeten gaan oriënteren op de maatschappelijke agenda. Wat speelt er nou in de maatschappij en wat vraagt dat van ons? Hoe gaan wij om met het inzichtelijk maken van de kosten en de baten die we doen met de interventies? We zullen ons moeten verantwoorden. We zullen meer oog moeten hebben voor de omvang van het probleem. Het kan toch niet zijn dat wij genoegen nemen met het feit dat we 10% van de patiënten met een hersenaandoening toelaten tot de revalidatie. En dat we van alle anderen zeggen, jammer, maar dat is nou eenmaal zo de regel in Nederland. Wat is onze rol in de keten? Ziekenhuizen klagen steen en been dat de toegang tot revalidatiecentra veel te moeilijk is. Het duurt veel te lang. Patiënten in ziekenhuizen moeten weg, ziekenhuizen moeten bedden inleveren. Dat moet allemaal sneller en efficiënter. En het lijkt wel alsof het een discussie is tussen de revalidatiearts en de verwijzer. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Maar wij hebben niet meer capaciteit. Wij mogen niet meer behandeluren maken op een patiënt. Als wij de bedden hebben, kunnen we het personeel aannemen en kunnen we het oplossen. Waarom trekken we niet samen op in plaats van chagrijnig naar elkaar te zitten doen? We zullen moeten werken aan onze zichtbaarheid. Al die virusjes die door heel de presentatie zijn geweest, zijn allemaal gemiste kansen. We doen er niet toe. We zullen ons moeten heroriënteren op de onderzoeksmethode. Natuurlijk, een RCT-design, mooi overzichtelijk, afgebakend, smullen. Maar de impact voor de dagelijkse praktijk, klein. En we zullen moeten gaan samenwerken. Hoe kan het nou dat binnen zo'n kleine beroepsgroep als de VRA, de Vereniging voor Revalidatieartsen, dat je een werkgroep WCN hebt, CVA Nederland, WTH, Traumatisch Hersenletsel Nederland. Volgens mij hebben we nu ook Parkinson, MS. In godsnaam, waarom werken we niet samen? Als we toch een vuist willen maken, dan zullen we toch iets samen moeten doen? En waarom werken we alleen maar met artsen? Waarom niet met al die andere disciplines? De psychologen, die zijn verenigd in de NIP, sectie neuropsychologie. Waar zit onze link? We hebben toch dezelfde doelgroep? Kortom, er is nog heel veel te doen. En ik zie dat ik nog net binnen de tijd ben. Mijn onderzoeksgroep kan natuurlijk niet al die ambities waarmaken. Maar we claimen onze plek en we hebben gedefinieerd dat we interdisciplinair samenwerken. En dat zie je ook in al onze projecten. We zijn ook gericht op klinische toepassing. Wat is de impact in de dagelijkse praktijk? En we willen het goed doen. We willen in de goede tijdschriften komen. Hier ziet u een overzichtje van alle projecten die lopen. Ik ga ze nu echt niet behandelen, want het is tijd om af te ronden. Die staan allemaal netjes in het boekje. En het goede nieuws is, het boekje is klaar. Het wordt straks uitgedeeld, u mag het straks meteen mee naar huis nemen. Tijd voor dankwoord. En het dankwoord mag uitgesproken worden. Op de eerste plaats wil ik natuurlijk bedanken het college en de raden van bestuur van de UR, Erasmus MC en Van Rijndam. Dank voor het vertrouwen. Van gesteld in een exoot. Uit een klein revalidatiecentrum op een steenworp op afstand van het Erasmus. En u kent mij natuurlijk nauwelijks. Toch heeft u het aangedurfd. Dank daarvoor. Dank aan de raad van bestuur van Rijndam. Hier hebben we jaren naartoe gewerkt. Vroeger fantaserend bij een biertje in een heel foute kroeg aan de Witte de Witstraat. Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. Dank. Dank aan de Stichting Rotterdamse Kinderrevalidatie Adriaan Stichting. Ik heb jarenlang gewerkt, en dat doe ik nog steeds, in wat primair een productieomgeving is.
Je moet je productie maken, de budgetten moeten kloppen. En de ruimte om onderzoek te doen is bijna per definitie beperkt daarin. En het is natuurlijk dankzij de visie van de Raad van Bestuur om daar ruimte voor te maken. En om de samenwerking met het Erasmus op te zoeken. Maar het is ook heel erg dankzij financiële ondersteuning om mij te verlossen, zou ik bijna willen zeggen, van een deel van mijn patiëntenzorg en van mijn managementtaken, waardoor je ook echt fundamenteel tijd kan besteden aan het opbouwen van je onderzoeksgroep. Dank aan Henk Stam en zijn wetenschappelijke staf. Dank voor het ontvangen in het Erasmus. Gaf een heel welkom gevoel. We leren elkaar steeds beter kennen. Ik weet dat jij in het begin wat afwachtend was over dokters die onderzoek doen. Daar heb je opgeleide mensen voor. Ik blijf de strijd met je aangaan en ik denk dat ik hem aan het winnen ben. Dank aan mijn vaste staf. Marjanke Heijenbroek, mijn eerste senior onderzoeker die ik heb aangesteld. Gouden keus. Zeer vakkundig. Heel geduldig. Veel geduldiger dan ik. En ligt aan de basis van eigenlijk alle output die we draaien. Begeleiding van artsassistenten, begeleiding van promovendi en van stagiaires. Top. Dank aan Mieke van der Zandt, klinisch linguist. Mieke van der Zandt is eigenlijk wel een beetje qua profiel vergelijkbaar met mijzelf. Mieke die heeft ook heel haar carrière alle ballen in de lucht proberen te houden. Patiëntenzorg, management, onderzoek, onderwijs. En Mieke heeft nu besloten om zich als senior onderzoeker bij mijn groep te voegen. En onze eerste successen beginnen zich af te tekenen. Dank aan Loes Knopen, mijn secretaresse, mijn baken. Die ondanks de weinige uurtjes die ze daarvoor heeft, toch redt om te zorgen dat alle afspraken die ik verkeerd heb gemaakt, weer goed komen. En die af en toe een mailtje stuurt van, denk je eraan dat dat en dat moet gebeuren. Ja, Loes. Dank aan de RVE Neurorevalidatie, het management en de medische staf. Je kan geen onderzoek doen zonder betrokkenheid van de werkvloer. En dat vraagt ook inspanning. En die inspanning die is niet altijd zichtbaar. Je kan geen 300 man co-auteur maken van een publicatie. En daar zit soms best wel wat pijn. Het enige wat ik kan doen is mijn dank uitspreken. Zonder jullie kan het echt niet. Ik heb jullie nodig voor de relevante onderzoeksvragen, voor de koppeling met de patiëntenzorg en voor de koppeling met het onderwijs. We werken interdisciplinair, ik heb het heel vaak benadrukt. Dank aan alle afdelingen. Dank aan alle afdelingen die met mij werken binnen het Erasmus, buiten het Erasmus. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om met mensen die heel gespecialiseerd zijn op één gebied, om daar het gesprek mee aan te gaan en te kijken waar we elkaar kunnen vinden. En waar zit onze synergie? En hoe kunnen we samen sterker worden? Ik voorzie dat we daar nog een hele hoop leuke projecten in kunnen gaan doen. Dick Rijken en Theo Mulder. Ze hebben mij beide in de richting gewezen die niet vanzelfsprekend was. Dick Rijken, voor de toehoorders, is mijn opleider geweest. Of misschien blijven dat altijd wel. En Dick belde mij op een gegeven moment op toen ik drukdoende was om een opleidingsplaats als neurochirurg te verwerven. Oh, met Dick. Ik liep in mijn witte jas door het ziekenhuis. Heb je nog zin om revalidatie te gaan doen? Eerlijk gezegd had ik daar helemaal geen zin in. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Maar goed, hij stelde de vraag zo. En u ziet wat er van gekomen is. En Theo Mulder, die deed eigenlijk hetzelfde. Die zei van, kom jij maar eens bij mij. Ik vond mijn geneeskundeopleiding, moet ik u eerlijk zeggen, niet erg inspirerend. Dus colleges volgen en zo, dat deed ik niet. Maar wat ik heel veel deed, was studentenassistentschappen. Ik heb bij allerlei afdelingen onderzoek gedaan, variërend van biomechanica tot nierfysiologie, snijzaalassistent, noem maar op. En op een of andere manier, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe, kwam ik Theo Mulder tegen. En Theo Mulder zei, kom je maar eens hier.
Jullie hebben mij beide in de richting gewezen die voor mij niet vanzelfsprekend was. En het zijn eigenlijk beslissende impulsen gebleken in mijn carrière. Dank. Mijn ouders, die geveld zijn door de griep en dus niet aanwezig. En tenslotte aan mijn supportgroep, die zorgen dat het allemaal vanzelf gaat. En die, ik vertelde u al dat ik trots was dat mijn boekje klaar is. Zij waren de eerste die het boekje gelezen hebben. En ondanks het feit dat ik het 30 keer heb doorgenomen en meteen 5 vreselijke taalfouten uithaalde. Excuus. Ik heb gezegd. Spreken. Ja, dat vind ik fijner. Ja.